Welkom bij een nieuwe aflevering van Profile hier op 7ditches.tv. Hij heeft een concept en dat is bijna te mooi om te geloven. Dat is namelijk fit in 20 minuutjes per week. En zijn concept heet Fit 20 en hij is mijn gast hier, Walter Vendel. Walter, is het Vendel of Vendel? Vendel. Vendel. Ja. Walter Vendel, van harte welkom. Dank je. Nou is een vaak gestelde openingsvraag natuurlijk, leg eens uit wat Fit 20 is. Ja. Dus ik denk, nou dan gaan we dat maar eens een keer niet doen. Dus ik wou maar eens beginnen met, wie is Walter eigenlijk? Ja, Walter is iemand die zijn hele leven heeft gesport. Dus ik heb altijd een affiniteit gehad met sporten. Wat heb je gedaan? Ik heb altijd hard gelopen, getennist, zelfverdediging, aikido, doe ik nog steeds. Ja, jij bent Fukushibuku, hè, ben jij. Fukushibuku ben jij, toch? Nou. Hoe spreek je dat uit? Fukushibuku langs. Dat is een soort leermeester ben jij. Nee. Dat stond op mijn website. Ik heb gewoon vierde dan in aikido. Oh, is dat goed? Ja, nou, dat vergt gewoon stug doorgaan. Oh, dus op de website stond echt dat jij Fukushibuku was. Serieus. Ja. In een andere oude website was dat. Maar luister eens, je hebt op redelijk hoog niveau gesport, hè? Ja, nog steeds. Of ik doe dat gewoon medeleven. Vanaf mijn 14e doe ik al verdedigingssporten en tennissen, hardlopen heb ik tennis altijd tennis heb gedaan. Je geprobeerd om echt de top te bereiken? Dat niet, nee. Oh. Gewoon recreatief niveau. Oh, recreatief wel. Ja. Dus je hebt er nooit je broodwinning van gemaakt? Nee, nooit. Okay. Nee. Maar hoe ben je toen je geld gaan verdienen, zeg maar? In de IT. Dus ik heb eigenlijk heel lang voor multinationals gewerkt in projecten, commerciële banen. Ja, ja. En ondertussen heb ik arbeid en organisatie, psychologie afgestudeerd. Ja. En ik had altijd wel interesse in mensen. Sport, gezondheid, dat zijn eigenlijk dingen die altijd mijn interesse hadden. Mm-hmm. Maar ik heb 20 jaar in de automatisering mijn geld verdiend. En toen kwam dit moment waarop ik kennis maakte van deze methode van trainen in New York en Manhattan. Hoe kwam je daar mee in aanraking? Door een boek. Ah. En dat boek heette The New Fitness Revolution. Ja. En ja... Amerikanen houden van vet aanzetten. Ja, ja. Dus ik dacht, nou, eens even kijken. Toen dacht ik, dit kan niet, het is bullshit. Ik train 2 keer in de week een uur om een beetje sterk en fit te blijven. Maar een vriend van mij is fysiotherapeut, dus ik hield het tegen hem aan. En die zei, ja, kwaliteit is uiteindelijk belangrijker dan kwantiteit als je goed traint. Dat was de tijd voordat HIIT training wat algemeen bekender was in Nederland. HIIT training? HIIT training, van high intensity training. Aha, oké, ja. En HIIT, high intensity interval training, dat zijn dingen die zijn tegenwoordig bekender, maar toen zeker nog niet. Mm-hmm. Maar zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn naar New York gegaan. En daar hebben we in de studio gekeken hoe getraind werd. En mensen geïnterviewd, klanten. En toen dacht ik, ik ga dit in Nederland opzetten. Hij heeft mij een beetje gecoacht in het begin. En daarna zijn we ons eigen weg gegaan. En was er een soort grondlegger van dat systeem in New York? Of nou, het gaat ver terug. Eigenlijk al in de tijd van Nautilus. En dat is Arthur Jones. Dat is de man die de eerste fitnessmachine, de krachttoestellen, heeft gemaakt. En die is betrokken geraakt destijds bij met Ken Hutchinson, ook nog een man uit de geschiedenis, zeg maar. Mm-hmm. Bij een onderzoek voor vrouwen die osteoporose hadden. Dus last van botten die niet meer goede dichtheid hadden. En toen zijn ze gaan checken of krachttraining een positief effect heeft op de botdichtheid. En inmiddels weten we dat dat zo is. En zo is slow motion training eigenlijk begonnen. Mm-hmm. En slow motion maakt de training veilig. Maar je hebt wel de prikkel. En dat is verder gaan ontwikkelen. Want in essentie, wat je doet, is je beweegt heel langzaam. Ja. Dus als je, zeg maar, als je deze beweging normaal in de sportschool doet, dan gaat dat echt in, zeg maar, in een hele langzaam tempo, zoiets. Tergend langzaam. Dat is het, hè? In een redelijk koude ruimte. Ja, zodat je niet gaat zweten. Dus zoals we nu zitten, we doen alleen ons colbertje uit en we zijn ready to go. Hm. Dus je hoeft je niet om te kleden, geen sporttas mee, je hoeft niet te douchen, je gaat niet zweten. Dus dat is heel convenient op te nemen in je weekschedule. Dus wij zeggen ook tegen ondernemers van beschouw de Fit20 training als een deel van je werkweek. Ja. Want je concurrentievermogen begint met de fitheid van je lichaam. Ja, precies. En daar willen wij een bijdrage aan leveren met deze training. Je schedult het in. Dus ik heb bijvoorbeeld een accountant. Die heeft, vroeger ging die dan 's avonds een keer trainen. Dan was die onderweg daar naartoe. Een uur sporten, douchen, omkleden. Eigenlijk 2 uur verder. Ja. En nu gaat hij 8 uur 's ochtends voor zijn werk. 1 keer in de week doet hij Fit20. En hij heeft een beter resultaat dan toen. Even nog 1 ding over de methodiek. Hè? Want
Ik las ergens dat er nog steeds twijfel is bij sommige mensen dan, hè, over het feit wat het doet voor spierkracht en conditie. Er waren volgens mij twee masterstudenten, ja, begeleid door een of andere inspanningsvierloop, Karin Gerrits. En daar, die hadden zoiets van, we weten nog steeds niet hoe het werkt. Klopt. Nou heb je altijd in theorieën de ene zegt, joh, het klopt wel, allemaal klopt niet. Ja, hebben jullie aantoonbaar echt, ik zou dan als ik jou was, zou ik echt als een dolle gewoon echt cases opbouwen. Zou zeggen, dit is persoon A en die leeft een jaar lang zo en die doet FAT20 en kijk eens, dit is het resultaat. Hebben jullie dat gedaan? Ja, wij doen dat in onze eigen app. Dus wij hebben een eigen app waarin alle trainingen worden geregistreerd. Dus wij kunnen precies bijhouden hoeveel procent sterker mensen worden. En dat vertaalt zich in staafunctie, duwfunctie, trekfunctie, loopfunctie. Dus wij kunnen wel degelijk meten op onze eigen app dat mensen progressie tonen. En dat zie je bijvoorbeeld terug in dat heel veel mensen rugklachten kwijtraken. 1 op de 2 volwassenen heeft ooit op enig moment in hun leven serieuze rugklachten. Mm-hmm. Heel vaak gerelateerd aan houding, het vele zitten en ook eigenlijk dat de rugspieren te zwak zijn. Daardoor krijg je dat je niet meer goed staat. Dat geeft druk op de wervelkolom, de zenuwen en zo krijg je klachten. Mm. Door het spiercorset te trainen verbetert dat. Het spiercorset, core stability. Ja, dat zijn eigenlijk je skeletspieren. Ja, ja. En je skeletspieren kun je rechtstreeks trainen. Maar groeien ze ook? Ze worden wat sterker en je krijgt een getoonder lichaam. Ja, maar je wordt niet echt kast. Nee, dat is überhaupt ook maar mogelijk voor 10% van de bevolking die daar de genetische aanleg voor heeft. Zoals ik. Jij bent een echte bodybuilder. Ik ben het born as it, ja. En conditioneel doet het dan nog iets? Ja, zeker. Want ik zag een heel raar filmpje, of raar, dan zie je iemand bezig en die zit echt op een hij is keurig droog. Ja. Een normaal mens gaat dan toch zweten? Ik snap dat zweten nog steeds. Nee, dat klopt. Dat is eentje waar heel moeilijk het kwartje bij valt. Maar doordat je langzaam beweegt, krijg je geen hittegeneratie. Dus sta je op bijvoorbeeld een loopband, door de snelheid van bewegen ga je zweten. Maar wij bewegen langzaam. Dus van binnen wordt het lichaam wel warm, maar je krijgt geen zweetprikkel. En wat heel vaak wordt verwacht, is dat een trainingsprikkel hetzelfde is als een zweetprikkel. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Dus op zich zijn wij zeker voor doorbloeding. En is het prima om te zweten of naar de sauna te gaan of te hardlopen. Maar de pure trainingsprikkel voor het lichaam om sterker en fitter te worden vereist dat je je lichaam naar jouw limiet brengt. En dat wil niet zeggen dat als je zweet, bereik je dat niet per se. En je kan dus de trainingsprikkel bereiken zonder te zweten. En hoe vaak heb je die discussie met gasten die de discussie met je aan willen over de effectiviteit van FAT20? Bijna met iedere nieuwe klant. Want het is nog steeds natuurlijk too good to be true. Dat je met 1 keer in de week 20 minuten resultaat kan boeken. Dus wij zeggen altijd, doen is geloven. Ja, ja. Dus ga het in je eigen lichaam ervaren. En heel veel van onze klanten komen met klachten en die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ja, want dat is natuurlijk een ander wat jij nu zegt. Is, want ik merk dat zelf ook. Het gaat niet alleen maar om groei en groot en weet ik veel wat. Nee. Het gaat ook zeker met mensen op mij. Ik ben natuurlijk gewoon een oude lul aan het worden. En ik merk als ik een paar weken niet train, dan merk je dat die rug weer stijver wordt. En dus het is ook een kwestie van gewoon healthy zorgen dat je lichaam onderhoudt. Exact. Hm. Het is gewoon eigenlijk je wekelijks onderhoudsbeurt. En dat het niet echt een volledig een nep en fake flauwekul dingetje is, blijkt ook wel uit het ondernemersverhaal. Want waar staan we nu? We hebben inmiddels hoeveel plekken kunnen we FAT20 doen? 112. 112 in Nederland alleen? In Nederland en buitenland. Ja. We zijn 2 jaar geleden naar België gegaan. Afgelopen jaar naar Engeland en Qatar. En nu de komende maand naar Amerika. Is dat dubbel? Is dat lastig, Amerika? Ik kan me voorstellen met verzekeringen en clearances en dat soort shit. Je moet je goed erop oriënteren natuurlijk. Maar wij hebben iemand gevonden die er al 20 jaar gewerkt heeft en gewoond. Dus wat dat betreft in de fysiotherapie. Dus die is helemaal vertrouwd met de wetgeving. Okay. Dus laten we duidelijk zijn dat het concept aanslaat. En als het echt niet zou werken, dan zou dit nooit lukken. Toch? Nee, dat wil eerlijk zijn. Dat klopt. Amerika zou ik apart nog wel op in willen duiken, want is het daar niet al heel dominant aanwezig? Ik vind het wel een heel Amerikaans-achtig concept. Nee, vreemd genoeg niet. Hm. Destijds toen dit in Amerika opkwam, kwam daarna heel snel cardio training heel erg op. Iedereen ging op de loopband en de crosstrainer. En nu zie je eigenlijk met de vergrijzingsgolf dat eigenlijk de noodzaak voor krachttraining, die is bij een grotere groep duidelijker aan het worden. Zeker als je 50 plus bent, is eigenlijk 1 keer in de week krachttraining het allerbelangrijkste om te zorgen dat je veroudering tegengaat.
En eigenlijk zie je dat, dat in combinatie met het korte trainen, want we leven in een maatschappij waarin iedereen druk is. Tijd is een knelfactor. Die lossen wij op. Dus je kan fit worden zonder dat je uren in een gym hoeft door te brengen. Het is een alternatief. Onder begeleiding altijd, hè? Altijd. Altijd. En dat is nodig omdat iedereen zoekt de makkelijkste weg. Dus als je gaat trainen, dan ga je toch smokkelen. Want op het moment dat je even af begint te zien en je komt in de burn, dan zegt alles in je hoofd kappen ermee. Maar als je de vriendelijk lachende krokodil naast je hebt staan, die zegt je doet er nog eentje, dan doe je hem. Ja. En die 80-20 regel, dus 80% van het resultaat van trainen, haal je pas in je laatste herhaling. En dat is de herhaling die je niet wil maken, nee, maar die je wel moet maken. Ja. En die je ook kunt maken, ja, als iemand maar zegt dat je hem gaat doen. En dat is waardoor je je zo fijn voelt achteraf. Daarna voel je je super. Ja. En de hormonen komen vrij in, ja, je lichaam, ja, en je hebt echt een feel good. Ja. Maar ook belangrijker is, je lichaam gaat echt regenereren. Je wordt gewoon sterker en fitter en gezonder. Wat ik doe is toch niet slecht, hè? En wat veel mensen, want ik doe 3 keer in de week kort met, ja, een personal trainer. Ja. Maar dan moet ik wel zo nu en dan zweten. Ook niet altijd overigens. Ja. Ligt eraan hoe we oefenen. Dat is toch niet verkeerd, hè? Helemaal niet. Okay. Wij zeggen, de markt is zo ongelooflijk groot. En er zijn ontzettend veel mensen die 0 keer trainen. Ja. En er zijn mensen die 1 keer in de week trainen, maar op een manier die eigenlijk geen trainingsprikkel veroorzaakt. Hmm. Voor die mensen zijn wij gewoon een, ja, makkelijk in te passen, ja, routine. Ik snap het. Als jij al 3 keer in de week traint, dan ben je hartstikke goed bezig. Fijn. Is het duur? Vinden wij niet, want wij hebben een arbeidsintensieve dienst. Dus, ja, dat houdt in, er staat iemand naast, ja, jou of 2 mensen. We doen, ja, duo's. En dan zijn de prijzen tussen 65 en 90 euro in de maand. En dan kun je 1 keer in de week vet. 1 keer in de week. En als je een keer verhinderd bent, dan kun je altijd reschedulen. Dus we willen dat je ook 1 keer in de week komt. We hebben geen slapende leden, dus we hebben een eerlijke dienst. Je betaalt en je krijgt er ook je dienst voor. Ja. En we hebben veel mensen die overwinteren bijvoorbeeld in Spanje, Portugal. En dan zetten we tijdelijk stop. Je komt terug en je activeert het weer. Dus we proberen heel, ja, flexibel om te gaan met onze klanten. Is het een nadeel dat je met die personal trainers moet werken? Dat maakt de schaalbaarheid. Er zijn natuurlijk andere fitnessmodellen waarbij er, ja, iemand bij de ingang staat en zegt, yo, welkom en zoek het nog, ja, verder uit. Ja. Dat zijn natuurlijk hele schaalbare businessmodellen. Ja. Bij jou moet je echt op elk poppetje een poppetje zetten. Ja. Wel, echter, je kan bij ons in een kleine ruimte, onze studio's zijn gemiddeld 80 vierkante meter, dus heel, ja, ruimte-efficiënt. Daar kun je tot 300 mensen in de week trainen. En wij willen groot worden in klein zijn. Dus wij willen het kleinschalige persoonlijke karakter behouden. Maar wij kunnen wel in Nederland 300-400 studio's hebben op termijn. Dus het businessmodel zit hem in de schaal. Dus het is gewoon, ja, groot worden. Exact. En een personal trainer doet nooit meer dan 2 mensen? Kan hij geen 3 doen of zo? Nee, 2 tegelijk. Want, ja, ja, bij meer dan 2 verlies je je aandacht. Ja. Want dan gaat het juist veel om die laatste herhaling. Ja. En wij willen dat je echt naar jouw limiet gaat op een veilige manier. Dat betekent dat we moeten zorgen dat je in de goede houding traint. Dat je goede ademhaling hebt. En ga je 3 mensen gelijktijdig, ja, dan heb je 6 ogen nodig. Ja, dan wordt het een groepsles bij. Dat wordt ingewikkeld. Ja. Ja. Wat is je locatiestrategie? Wij willen graag zitten op locaties waar je high traffic hebt. Dus denk zakelijk? Zakelijk. Denk aan een WTC of bedrijfsverzamelpanden waar al veel bedrijven zitten. MKB-bedrijven of ZZP'ers. Maar waar ook particulieren uit de buurt naartoe kunnen. Dus op die manier kunnen we gewoon veel mensen bedienen uit onze doelgroep. Mag het zakelijk worden gedeclareerd? Dat kan. Dus voor ZZP'ers is het mogelijk om het als stressmanagement te kunnen doen. Het is vanuit bedrijven mogelijk vanuit de WKR-regeling, de werkkostenregelingen, te kunnen doen. Het is mogelijk onder bepaalde voorwaarden onder een arbo-beleid te kunnen doen als een preventieprogramma voor bedrijven. Dus er zijn mogelijkheden. En dan moeten we iedere keer met betreffende persoon even naar kijken. Ja, ja. Okay. En anders wordt het particulier. Ja, ja. En als je kijkt naar jouw omzet in Nederland, hoeveel procent is zakelijk en hoeveel procent? Ik denk wel 40% zakelijk. Okay. Want we hebben ook in-company studio's bij multinationals, ja, of bij non-profits, waar je meer dan 250 mensen op 1 locatie hebt. Ja. Daar plaatsen we een studio gewoon voor die mensen specifiek. Maar dan moeten ze nog steeds individueel, of maak je dan een projectprijs voor zo'n company? Dat is een in-company, inderdaad. Dan hebben we natuurlijk geen huur meer, want het bedrijf voorziet ons van een ruimte. Ja. Dus dan hebben we aangepaste prijzing. En ze komen allemaal als duo's. En de werkgever heeft als positief effect dat je dus je ziekteverzuim verlaagt, productiviteit omhoog, en je doet als werkgever iets positiefs voor je werknemers. Hoe belangrijk is voeding in dit hele spectrum? Heel belangrijk. Je hebt eigenlijk 3 pilaren van gezondheid. Dat is de goede exercise, wat wij aanbieden. Daarnaast rust en herstel. Dus goed slapen is daarbij heel belangrijk. En voeding is de derde component.
Dus zeker naarmate we ouder worden, is verantwoord eten natuurlijk. Heb je niet in de hand, hè? Dus jammer, hè? Dat je dan nog betere resultaten zou kunnen behalen. Ja. Zegt mijn personal trainer altijd, als ik iets gedisciplineerder zou zijn met eten. Ja, maar je ziet altijd dat de ene stap leidt tot de volgende stap. Ja, ja. Dus we zien heel vaak dat mensen in ons studio starten eigenlijk weinig interesse in voeding hebben. Hmm. Maar zijn ze een tijdje bezig en ze voelen hun lichaam veranderd, dan nodigt dat uit tot de volgende stap. Ja. En wij proberen meer op die manier mensen aan te moedigen dan te vertellen, je moet dit of ja, je moet dat. Dat werkt toch niet. Werkt voor de meter. Je hebt gekozen voor het franchise-model. Ja. Waarom? Franchising is een prachtig distributiemodel om op basis van gedeelde verantwoordelijkheden snel te kunnen groeien, echt te kunnen upscalen. Dus een franchise-nemer die investeert in zijn exploitatiepunt, zijn studio. En wij als formule, als franchisegever, investeren in eigenlijk de innoveren en groeien van de formule zelf. En die match zorgt voor wederzijdse commitment. En dat kan eigenlijk sneller groeien dan met als ik een filiaal zou hebben. En dat zie je ook, dat vaak filialen minder goed performen dan franchisepunten. Aha. Maar hebben jullie ook gewoon filialen? Ik heb een aantal filialen, maar dat is niet onze strategie. En heb je ook al gezeur gehad met franchisenemers? Want dat hoor je ook altijd. Hè? Van elke franchisegever hoor je ook gezeur. Heb je al ernstig gezeur gehad? Ik vind dat wij een aantal keren goede discussies hebben gehad. Ja. Want je hebt natuurlijk wederzijdse belangen. Die zijn niet altijd helemaal hetzelfde. Vanuit de franchisenemersstandpunt doet de franchisegever nooit genoeg. Hmm. En omgekeerd vinden wij dat de franchisenemer natuurlijk soms ook wel iets meer mag doen. Dus dat is een gezonde wrijving, denk ik, die tot verbetering kan leiden. Maar helaas, als er één franchiseformule een keer iets heeft, dan komt dat gelijk breed in de media en dan drukt dat een stempel. En wat mensen vergeten is dat je hebt in heel Nederland momenteel iets van meer dan 31.000 vestigingspunten van alle franchiseformules bij elkaar. Ja. Waar een enorme omzet in gaat. En als je dan het aantal rechtszaken telt per jaar, dan is dat geloof ik 30. Ja. Dus het is en met een filiaalmanager kun je ook gezeik krijgen. Absoluut. Ja. Dus er wordt, ik denk over het algemeen dat het erg goed gaat met franchising. En bij ons zeker ook. Mediteer jij? Wij hebben wel wat we noemen ademhaling. Ja. Dus hartritme variatie heb je. Dus rustig inademen en uitademen. Bijvoorbeeld voor je gaat trainen. Dat soort dingen doen we wel. Ja. Ik merk het een beetje aan. Je hebt een soort zen-achtige attitude gewoon. Je praat heel rustig. En dus vandaar mijn vraag dat afvroeg. Er zit, zit daar iets van spiritueels achter of zo bij jou? Nee, dat niet. Nee. Wel, de ademhaling is heel belangrijk voor je performance. Dus dat zie je ook. Dus met de trainer, de ademhaling bepaalt eigenlijk hoe diep je kan gaan. Ja, dus ik doe dit al 12 jaar zelf, dus dat zal wel uit de woord zijn gekomen. Je hebt een prachtig ondernemersverhaal. Je wint ook zeg maar groeiprijzen en de FD Gazelle en noem maar op. Dus het ligt er allemaal niet om. Dan zijn we altijd ook op zoek naar de ellende, zeg maar. Dus als je nou eens kijkt, hoe lang ben je nu bezig met Fit20? Sinds 2009, oktober 2009, dus nu 8 jaar, we als franchiseformule actief. Zitten daar wat zwarte of donkergrijze bladzijdetjes in als je terugkijkt? Of je denkt, oh, dat had ik anders willen doen, of daar heb ik veel van geleerd, of dat was een zware periode, of spannend of moeilijk? Of... Het begin is natuurlijk spannend, omdat je niet weet precies wat je gaat doen. Ja. Dat sowieso. Veel moeten investeren? Ja, dat heet sweat equity, hè. Dus daar weten we alles van. Dat heet risicokapitaal. Ja, dat je zelf inbrengt door bloed, zweet en tranen. Je hebt, dus, maar heb je het zelf gefinancierd helemaal? Ja, we hebben alles zelf gefinancierd. Dus we hebben geen... En we is? We is, ik heb de mensen in mijn team allemaal een aandeel gegeven. Dus wij zijn bereid geweest jarenlang voor relatief een laag salaris en heel veel uren iets op te bouwen vanuit het niets. Dus je kan kiezen door een investeerder aan te trekken, een angel investor of dergelijke. We hebben tot nu toe gekozen om dat niet te doen. Dus echt zelf achter het stuur te blijven en eigenlijk veel te doen met weinig. En alle groei tot nu toe zelf gefinancierd? Ja. Dus de begintijd was een periode waarvan je denkt van nou, dat was wel... Die was pittig. Was wel eens dat je s'nachts ging slapen en denk ik, oh, oké. Okay. Ja, en toen hadden we natuurlijk ook in 2009 de crisis die uitbrak. Dus was... Het goede daaraan is dat wij gewend zijn om met tegenwind te groeien. En nu merk je, zeker het laatste jaar, een half jaar, dat de economie trekt fantastisch aan. De bedrijven laten het geld weer rollen. Dus je ziet vergrijzing ook binnen bedrijven. Dus iedereen beseft van, hey, fitheid en gezondheid is geen luxe item. Het is een primaire arbeidsvoorwaarde aan het worden. En daarin willen ze ons ook als partner betrekken. Dus je ziet ook veel meer aandacht nu daarvoor. Dus het wordt nu makkelijker voor ons. Nog meer missers gemaakt, waar je achteraf zegt, had ik anders moeten doen?
Nou, iedereen maakt natuurlijk fouten uit naïviteit. Omdat je eigenlijk nog niet voldoende weet wat je eigenlijk aan het doen bent. Hmm. Dus je gaat door een learning curve. En we zijn, weten waar, je bedoelt niet duidelijk in vizier wat je plan is of zo, bedoel je dat? Ja, we hadden wel altijd een duidelijke groeistrategie. Zeker sinds 2015 en ik met het concept van de B-hack in aanraking kwam. Hè? Een Big Hairy Audacious Goal. Toen ben ik echt groot gaan denken. Wat is dat? Een Big Hairy Audacious Goal, ken je dat? Nee. Nou, dat is dat je voor jezelf 10 jaar down the road een stip op de horizon zet van een totaal onrealistische doelstelling. Aha, oké. Okay. En het goede is dat je dat 10 jaar verder weg doet, dus niemand krijgt gelijk stress daarvan. Maar het ligt niet in deze groeicurve, maar het zit in deze groeicurve. En dat heeft mij enorm getriggerd. En hoe zag die eruit bij jou dan, die ambitie? Nou, eerst was dat dus veel geleidelijker. En toen zei ik van, we gaan in 10 jaar tijd naar 1000 studio's. En inmiddels hebben we dat alweer bijgesteld. Over 10 jaar willen we 1 miljoen mensen wekelijks helpen fitter en gezonder te worden in onze studio's. En dat vereist 5.000 tot 6.000 studio's. Dus dat is een exponentiële groei. En dan ga je kijken naar exponentiële groei. En dat is gewoon een heel leuk proces. En nu wordt het ondernemerschap steeds leuker. En wat betekent dat voor jouw werkzaamheden, zeg maar, nu? Wat doe jij zo door de week heen? Nou, steeds meer de dingen proberen te doen die het verschil maken. Dus hoe kun je bekender worden? Hoe kun je de relaties leggen, publiciteit zoeken? Maar ook de partners in het buitenland die onze masters kunnen worden om een land op de kaart te gaan zetten. Hm. Onze formule steeds beter in de blauwdruk zetten, dat je echt kan scalen. En dat wordt dus dat is een heel leuk proces. Op naar world dominance dus. Ja. Walter, dank je wel voor dit gesprek en succes met alles wat je aan het doen bent. Dank je wel. En dank jullie wel voor het kijken naar weer een van de ondernemersprofielen hier op 7ditch.tv. Wil je er meer zien? We hebben er vele honderden. Ga dan naar 7ditch.tv of download onze app. Voor nu, dank je wel voor het kijken. Hoi.